Goedemorgen allemaal, het is vrijdag dus tijd voor een nieuwe vlog. Niels is er ook weer bij deze ochtend. Hey. Zijn haar zit heel goed. Niels gaat vandaag weer uitlogeren. Even kijken. Oh nee. Kom maar. Ja, kom maar. Je schrok gewoon een beetje. Ja, je spulletjes voor de opa en oma. Ja. Dus ik heb zijn spulletjes weer gepakt. We weten nog niet precies helemaal hoe we het gaan doen, want ik heb vanavond nog een borrel met de meiden van de zwangerschapsclub. En Sven en Niels gaan zo meteen al die kant op, want dit is Sven's laatste volledig vrije week. Hij begint woensdag weer met zijn nieuwe baan. En dit weekend is het carnavalsweekend, ook in Zwolle. En daarom... Ik moet even Niels in de gaten houden. En daarom was het idee dat we dat ik morgen die kant op zou komen. En dat we dan met Niels overdag de optocht zouden doen. En dan s'avonds nog met z'n tweeën en zijn vrienden carnaval gingen vieren. Maar voor de optocht lijkt het in ieder geval niet heel lekker weer te worden. Gisteren was code oranje en nu is het op zich wel weer gewoon redelijk windstil. Maar morgen staat er regen op de planning. Dus nou, als dat zo is, dan is dat niet heel lekker met een kind, zeg maar. En voor 's avonds weten we het dus ook nog niet helemaal, omdat we vorige week ook al zijn gaan stappen. En het is ook zijn laatste weekend natuurlijk voordat hij weer aan het werk moet. Dus we willen ook gewoon nog even lekker met z'n drietjes, want dan de komende tijd is hij gewoon 40 uur per week aan het werk. Dus dan hebben we ook wat minder tijd met z'n drieën. Dus we moeten even kijken of ik dan nog wel morgen die kant op kom, of dat zij gewoon morgen terugkomen. Weten we allemaal niet. Dus dat, vandaag ga ik gewoon weer werken. Ik ben aan het opmaken. En ja, ik neem jullie weer mee dit weekend. Zo, ik ben weer thuis voor mijn werk. Oh, het is nu 5:50. Dat krijg je dus als man en kind niet thuis zijn. Dan ga je dus heel raar lang doorwerken op vrijdag. Tenminste, voor mij is dit lang op vrijdag hoor, jongens. Duimpje omhoog voor degene die ook echt gebroken zijn na een werkweek. Überhaupt al na een werkdag. Ja, ik ben dus nu net thuis. Middens even lekker gekroeld. En nou, het is iets later dan ik had gepland. Ik heb hem 8:00 afgesproken, maar wel vlakbij. Even denken. Ik ga eten koken. Ik denk wel dat ik even lekker ga douchen. Ik weet niet of ik echt mijn gezicht helemaal ga wassen. Want op zich, nou, ik denk met een beetje touch-up ben ik er wel. Het is ook, ja, we gaan gewoon even wat drinken. Het is niet heel spectaculair. Maar ik heb gewoon zin om even te douchen. Want morgen was het allemaal een beetje gehaast. En, hey moppie. Miet is even met haar staart aan het flirten. Kom maar, Miet. Kom je er maar even bij. Nee, niet. Wel. Kom maar. Kom maar op beeld. Don't be so shy. Don't be so shy. Ja, zo. Oh, je zit, wat zit dit raar? Ik heb mijn broek open staan. Maar mijn trui zit er gelukkig wel overheen. Oeps. Ik wilde net mijn jongbroek even aan gaan doen. Maar goed, toen dacht ik, laat ik eerst even nog in mijn, nou ja, normale kleren, in mijn casual Friday outfit op beeld. Oh, ik heb daar trouwens hele mooie tulpen gekregen. Dit is een beetje over mijn schoot aan het darten. Hele mooie tulpen gekregen van mijn schoonmoeder. Hi. Oh, Kolemans. Ik ben een beetje laat, maar dit is mijn outfit. Gewoon een blouseje van Zara en een spijkerbroek. Nou, dat zie je natuurlijk niet zo. Spijkerbroek van Stradivarius. Dus, let's go. Ja, ik moet alleen nog schoenen aan. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. En ik heb het punt bereikt dat ik dus niet eens even kijk hoe ik eruit zie voordat ik op camera ga. Goed. Poef. Nou, hoppatee.
Gisteravond was echt super gezellig. We hebben gewoon heerlijk de hele avond gekletst over mama dingen, maar ook over allerlei andere dingen. En we waren met z'n... Hoeveel waren we? 8e? 9e? Nou, zoiets van de 12. Dus goede opkomst. Nee, dat is niet waar. We zijn... Nee, er waren er 1, 2, 3... Nou, om en nabij de 9 waren er en we zijn met ongeveer 12. Maar dat was echt heel gezellig. Ik heb natuurlijk niet gefilmd, want ja, ik vind dat toch altijd een beetje ongemakkelijk. Alhoewel zij dus allemaal wel weten dat ik een YouTube kanaal heb. En waarbij ook eentje vertelde dat zij een zwanger vriendinnetje heeft die mij dus nu volgt. En dat ze daardoor erachter kwam dat ik in dat groepje... Nou goed, heel grappig. Ja, en dan moet ik altijd nog steeds... Ik zie eruit als een leeuw. Dan moet ik altijd nog steeds heel erg aan wennen. Terwijl het natuurlijk heel logisch is dat er mensen kijken. Want ik zou het ook niet meer doen als er echt niemand kijkt. Dan doe ik het echt voor niks. En ik vind het gewoon wel heel leuk dat jullie kijken. En nou ja, al jullie super lieve reacties. En het is niet dat ik nou meteen groots en misstepend... Weet je, maar wel gewoon... Ja, ik vind het wel leuk als iemand het ziet en het leuk vindt, zeg maar. Dat je het nog wel voor iemand doet. En blijkbaar die vervaldingen en zo. Nou, goed. Lalala, lang verhaal. Ik ben nu wakker. Het is 7:15. Ik was om 7:15 wakker, maar ik heb gewoon nog even lekker in bed gelegen. Een beetje mits liggen kroelen en een beetje half een beetje gesuft nog. Ik ga zo eens even de mannen bellen, want ik heb Sven gisteravond helemaal niet meer gesproken, omdat hij al naar bed ging voordat ik thuis was. Ik was om 00:30 of zo thuis, dus het viel allemaal heel erg mee. Nou, ik ben gedoucht. En mijn haar gewassen en alles. Dat is zaterdag altijd mijn ding. En nu moet ik even bedenken wat ik meeneem. We hebben besloten niet te gaan carnavallen. Gewoon te veel gedoe. Geen zin in katers. En ook gewoon zin om gewoon even met z'n drieën te zijn. Want ze zijn natuurlijk vorige keer ook niet echt geweest. Maar ik ga wel die kant op. En we gaan wel even met Niels naar de optocht. Dus dat is wel leuk. Dus ik moet even mijn spullen pakken. Sven heeft mijn toilet al zo mee. Maar ik moet dan nog mijn make-up. Ik heb nog geen wenkbrauwgel in. Moet ik zo nog even doen. Maar ik ben zo zin geweest om het beddengoed in de was. Omdat ik dacht, ja, dat is dan wel lekker als dat dan morgen al gedaan is. Omdat ik niet weet hoe laat we morgen terug zijn. Maar dan moet ik wel even wachten tot die klaar is. Oeps. Ben in Zwolle aangekomen en ik ga nu op zoek naar mijn kleine draakje. En volgens mij zie ik hem al in de verte. Er is net iemand gearresteerd in de trein, ook heel leuk. Ik zie nu mijn schoonmoeder staan en blijkbaar is ze nog even ergens naar het toilet. Oh, hij belt denk ik. Nou, we zijn terug aan het wandelen van de optocht. Niels vond het prachtig. Even kijken, mijn tas wel liggen. Niels vond het prachtig. En het mooiste drakenpakje aan. Het zit helemaal onder de confetti. Oh, die ziet het nog zitten. Ik probeer het weg te schudden, maar helemaal onder de confetti. En we gaan nu kijken of we nu met de bus terug kunnen. Want blijkbaar was het op de heenweg niet te doen. Vanwege de drukte. Niels vond het helemaal leuk. En we lopen nu met Sven en zijn moeder. We lopen terug. Niels en Mils hadden aan te kijken. Zo, niet meer. En dan gaan we lekker naar huis opwarmen. En vanavond draadjesvlees. Lekker. Even de benen op tafel. Ja, ik heb even mijn haren gek zitten hoor. Ik heb mijn carnavalsoutfit aangetrokken. Nee, ik heb mijn... Ik hoop dat we hadden een onesie mee, omdat we misschien dus in onesies gingen, in ieder geval overdag. Ik heb ook nog een rood kapje outfit, maar dat zit wat minder comfortabel voor thuis. En we zijn nu bij Sven's ouders en Sven zit wielrennen te kijken. En ik zit een boekje te lezen. En schoonmoeders ruimt de confetti op die we in grote getalen mee hadden. Die zat overal, ja. En ik ga nu even een theetje voor iedereen zetten. Lekker warm. Dat is een serieuze blik. Oh, in zijn haar. Ja.
mooie tip voor je zaken. Ja, lekker hè? Rode kool en aardappeltjes. Rust. En stoofvlees. Proost. Proost. Nou, Niels ligt in bed en Sven zit nog even daar in zijn drakenpak. Dat ga ik zo nog even laten zien. Ik heb inmiddels mijn make-up eraf gehaald en straks wie is de mol? Papapapam. Ja, het is prachtig, schat. Ja, met vleugels. We zijn wel heel, heel schattig. Schattig stel. Oh, sorry. Lekker, schat. Namelijk niks. Geen carnaval, niks. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en ik heb mijn nieuwe outfit aan. Nee, dit is mijn huispak bij mijn schoonouders. En ja, en Niels heeft uitgeslapen vandaag, dus wij ook. Met z'n allen, gezellig, tot 8 uur. En nu gaan we heerlijk ontbijten. Ik ga even de ontbijttafel laten zien. Oh, lekker, lekker. Ik ben even aan het opmaken en ik heb voor het eerst in tijden weer even mijn ouderwetse Naked tweede Basics paletje. Heerlijk. Alleen ik probeer nu de kleuren die ik eigenlijk bijna nooit gebruik te doen. Deze en deze. Zoals je ziet, hier zit echt gewoon een heel diep gat en hier ook. En deze gebruik ik ook nog wel regelmatig. Maar deze, deze en deze eigenlijk veel minder. Dus ik wil nu deze gaan doen. Maar ik heb nu alweer spijt. Want ik vind deze zo mooi en die zo mooi. Maar goed. Ik dacht ik heb ook grijs aan. Nou, zou ik gaan een beetje voor koelere tinten. Maar lekker bezig. Nou, ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb hetzelfde aan als gisteren. Want dat heb ik bijna niet aangehad. Dus lekker simpel. Ik weet toch niet wat ik gisteren laat zien. Bloesje van Forever 21. En een soort nepleren broek van de Salvaris. Ik weet niet of ik het gisteren heb laten zien. Niels is nu nog even fruitappje aan het eten. En dan gaan we lekker naar huis rijden. En dan weet ik nog niet goed wat we gaan doen. Maar even zien. Het is nu 10:50. Nou, we zitten weer in de auto terug. Prachtige weilanden. Zo, wij zijn inmiddels weer thuis. En Mitch was ook blij dat we weer thuis waren. Hey, Mittens. Hallo, Mittens. Op zondag toen we altijd het beddengoed in was en dan verstopt Mittens zich in de dekens. Dat vindt ze lekker. Ja. We hebben net even geluncht. En Niels is in de auto al geslapen, dus een beetje ritme nu in de war. We moeten zo maar even kijken. Ik denk dat we zo nog even naar buiten gaan. Het is nu droog. En nog nooit een vrouw in de kerk die voor niks op die plek in had gelopen. Ik heb mijn bal mee. Hoehoehoe. Nou, we zijn inmiddels alweer een paar uur verder. Ik ben echt super gaar. Ik weet niet waarom. We zitten inmiddels ook alweer in mijn fluffy konijnenpak. We hebben de hele tijd dit met de Chromecast. En het is echt redelijk irritant. Als iemand weet hoe dit komt en wat we eraan kunnen doen, let me know. Sven zit voetbal te kijken als je denkt, dat hoor ik. Ja, dus niet op de tv, want het werkt niet. Ik ben even naar vakantie aan het kijken, maar ik kom er nog niet helemaal uit. Die was toch heel veel te slapen, want hij had natuurlijk in de auto geslapen. Maar dat was vrij vroeg, dus hij redde het dan niet helemaal. Dus hij ligt nog even 20 minuten, half uurtje. Nou, ik heb net dit boek binnen. Dat is net, het lag in de briefbus. Dit is How to Talk to Kids. En het is volgens mij eigenlijk, ja, hier vanaf 2 jaar. Maar goed, ik ga er gewoon alvast rustig aan beginnen. En hier hoor ik echt super veel goede verhalen over. Het gaat over effectief communiceren met kinderen. Ik zal even de achterkant een beetje laten lezen. Beter omgaan met negatieve gevoelens van je kind. Grenzen stellen terwijl de relatie met je kind goed blijft en zelfs verdiept. Kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en komt zelf met oplossingen. Effectief prijzen van je kind en bevrijden van de vaste rol. Hierdoor krijg je kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Dus dat. En daar hoor ik super veel goede verhalen over. En dat je dit eigenlijk ook overal kan toepassen. Ook bij onderhandelingen op je werk en dat soort dingen. Dus
wil ik heel graag gaan lezen. En ik las net ook van, nou, dat je er de tijd voor moet lezen. Dat je gewoon een hoofdstukje moet doen en dan het weer weg moet leggen. En dat langzaam moet gaan toepassen. Maar goed, dus ik ga gewoon alvast een beetje beginnen. Ik bedoel, Niels, het duurt nog wel even voordat hij 1 of 2 is. Maar nou, ik ga gewoon alvast een beetje beginnen. Nou, Sven is nu Niels de fles aan het geven. Want hij krijgt nog steeds een fles voor het slapen gaan. En daarna gaan we nog even tanden poetsen. En dan gaat hij lekker slapen. Het is nu 7:15. Hij was echt heel moe. Dus we hebben hem ook gewoon op tijd. We doen dan ook op tijd zijn bedje in. Morgen gaat hij weer naar het kinderdagverblijf. Sven is morgen nog vrij en overmorgen. En dan begint Sven met zijn nieuwe baan. En dat betekent ook dat ik veel meer taken op me moet gaan nemen. Omdat Sven dan voorlopig 40 uur gaat werken. Dus het wordt gewoon een rustig avondje nu met Homeland en Moordvrouw. En gewoon lekker niks doen op de bank. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik blijf het lastig vinden om op straat te vloggen en dat soort dingen. Of bij andere mensen. Dus nou, ik hoop dat jullie het toch leuk vinden. Ik krijg in ieder geval altijd wel hele leuke reacties. Dus super bedankt ook daarvoor. En nou, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je volgende week ook weer kijkt. Kijk ook eens naar mijn andere filmpjes. Ik post elke woensdag, zaterdag en zondag een filmpje waarvan de zondag dus altijd de vlog is. Dus nou, dat kan je allemaal zien op Blondie Beauty Fashion en op mijn site blondiebeautyfashion.nl. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Doeg!